ondernemers zijn natuurlijk druk met zichzelf, met hun bedrijf. En ondertussen willen ze eigenlijk ook wel voor de wereld goede dingen doen. Ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren allereerst dat dat eigenlijk ook iets is wat jouw klanten van jou verwachten. Dus niet iets wat je erbij doet, maar het hoort bij het ondernemen tegenwoordig. Bedrijven worden door de wereldbevolking ook echt gezien tegenwoordig als een partij die moet bijdragen aan de greater good. Als jij wilt dat klanten jouw bedrijf vertrouwen, dan moet je niet alleen maar je eigen winst nastreven. Dat is ook belangrijk, economische groei. Maar daarnaast ook nadenken over wat draag ik op grotere schaal bij. En dat slaat dus ook weer positief terug op je bedrijf, op je ondernemerschap. Als bedrijf kun je dat naar buiten brengen door bijvoorbeeld te zeggen, luister eens, we gaan voor wat ze dan wel noemen tegenwoordig shared value. Dus we gaan dingen zoeken in de maatschappij waar wij met onze expertise een bijdrage aan kunnen leveren. Dan laten we ons ook gewoon netjes voor betalen. Alleen we doen dat niet voor de hoofdprijs. We zorgen dat we een businessmodel ontwikkelen, eigenlijk sociaal ondernemerschap zou je kunnen zeggen, een businessmodel ontwikkelen ook voor bijvoorbeeld mensen die minder geld te besteden hebben. Nou, ondernemers die hun ondernemerschap inzetten voor dat soort doelen, die worden enorm gewaardeerd, maar tegelijkertijd kunnen ze voluit een ondernemerschap gebruiken. Het is dus niet dat je zegt, we ondernemen en daarnaast geven iets weg. Dat is ook goed, dat moet je gewoon blijven doen. Maar je kunt ook je expertise als ondernemer inzetten om echt iets bij te dragen aan deze wereld. En dat wordt op dit moment enorm gewaardeerd.